Oh. Deze man die slaat ook gewoon met die messen op die tafel. Tof dat jullie kijken naar een goed nieuw filmpje. Mijn naam is Justin en vandaag is er weer iets nieuws. Net zoals honderd filmpjes geleden. Ik ga weer een nieuwe serie doen. Dat is de bedoeling nou natuurlijk, net zoals de vorige keer. Maar dat doe ik dan niet. Maar dit keer is het iets bijzonders. Want we hebben 6 personages en die zitten allemaal bij mij in de klas. Nou, dat is toch een feest, jongens. Ik zou ze even aan jullie introduceren wie het zijn. En je weet nog steeds niet wat voor spelletje we gaan doen. Maar we gaan The Sims 4 doen. Omdat het laatst even gratis was, heb ik het geïnstalleerd en gespeeld. En ik vind het wel leuk om er een serie van te maken. Dus ja, dan gaan we dat doen. Ja, leuk. Joehoe. Wat een introductie. Echt prachtig. Nou, we zien als eerste Ferdian Grond. Die achternaam, briljant. Maar zijn eigenschappen zijn feestbeest, gezelligheidshuisdier, hij is grapjas en hij is een bro en hij is geniaal. Geniaal niet, maar dat vertel ik niet aan hem. Nee, we hebben dit samen even op school geïnstalleerd. Nou, niet het spel, maar de poppetjes eventjes magnifiek nagemaakt. Nou, dit is dus verder. Daarna hebben we mezelf. Op zich, deze trui ook vandaag aan, dus daarom heb ik deze trui aan. Mijn eigenschappen zijn WYSIWYG. Snelle leerling, dus ik kan snel iets leren. Creatief, netjes en geniaal, net zoals verder. Daarna hebben we meneer de Thomas Grond. En Thomas heeft zin in veel geld. Dus hij wil graag enorm rijk zijn, zakelijk inzicht. En hij is ook grapjas en hij is perfectionistisch. En hij is ook creatief. Daarna hebben we als enige vrouw in deze hele familie Shelly Grond. En Shelly wil bodybuilder zijn. Ze heeft het zelf gezegd, dus geen idee waarom, maar het zal. En zijn snelle stofwisseling, dat is op zich wel geinig. Daarna hebben we een muziekliefhebber. En ze is vrolijk en ook creatief. Daarna hebben we meneer Jelmer Grond. Een Jelmer zie je hier op je beeld. Jelmer is een grappenmaker, een gezelligheidsdier, een grapjas. Hij houdt van veel vraat en hij is ontzettend lui. Daarna hebben we Leon Grond en ook de laatste. Leon is ondeugend baas. Hij is schurker en hij is zelfverzekerd, een bro en hij is ambitieus. Nou. En ze hebben allemaal ongeveer dezelfde stem. Niet zoals Shelly, want Shelly is zo. Hallo. Zo'n stem. En mijn stem is heel kut. Niet in het spel, maar in het echt ook. In het spel ook. In het echt ook. Omdat ik keelpijn heb. Dus ik klink als een hele rare persoon. Dus eigenlijk ben ik het niet. Maar toch ben ik het wel. Omdat ik nu praat met jullie via een ding. Ja. Oh mijn god, wat een uitleg. Laten we gaan beginnen met deze familie in een huis waar het niet kan, want we hebben maar één bed. En dan gaan we nu kiezen waar we gaan wonen. We hebben hier een vlak, maar ik wil er niet direct een huis gaan bouwen, want dat heb ik op zich nu geen zin in. Dus laten we gewoon een huis kopen, maar bij 30.000 euro. Dus we moeten even nadenken. We gaan in het krakende hut. Het gaat instorten, maar dat maakt niet uit. Laten we daar naartoe verhuizen, bevestigen. Jongens, laten we dit avontuur gewoon beginnen. Gemeubileerd doen we zeker, want anders moet ik dat ook allemaal gaan kopen. Daar heb ik geen zin in. Huis kopen, let's go. Jongens, ik heb ook al een plannetje wie wat gaat doen. Wat voor baan we gaan doen. Nou, dat komt voorlopig nog niet aan de beurt, maar we gaan eerst eventjes. Dit bedoel ik. Dit is een heel mooi huis. Nou, jongens, iedereen is natuurlijk heel blij, heeft geen honger. Een broederlijke les. Ferdian is een bro. Bro's vinden het leuk om naar sport te kijken met andere bro's. Te chillen en heel veel sap te drinken. Wat heb jij toch een leuk idee. Hey Shelly, ik weet niet wat jij van plan bent. Maar Leon gaat gewoon een waarom gaan ze allemaal een boekje lezen? Maar Shelly, ga jij ook eens even wat leuks doen. Ik ga natuurlijk even verbouwen. Want dit gaat natuurlijk niet passen. Met z'n zessen in 3 bedden. Of in 2 bedden met 3 plekken. Dat gaat dus niet passen. Dus dat gaan we ons onmiddellijk veranderen. Ja, dan moeten we even een lampje op gaan hangen. Want anders is het heel saai natuurlijk. Geen lamp in huis is
niet fantastisch, kan ik je vertellen. We doen wel hierheen. Oh, hierheen en hierheen. Nou, dan moeten we wel eventjes dit gaan verplaatsen. Kan deze niet hierin of zo? Of hier? Plaats hier maar. Ja, en dan halen we deze muurtjes weg. Dan maakt het niet zoveel uit. Prima de Jima. 6 bedjes erbij. Ze hebben allemaal geen baan. Want als je nu naar... Ja, zie je? Geen baan, jongens. Ze hebben nog geen baan. Maar, ik ga jullie even introduceren wie wat gaat doen volgens mijn hoofdje. En volgens de mensen die karakters zijn, natuurlijk. Laten we even gaan koekeloeren wat voor baan Thomas dan kan gaan doen. Een baan vinden. Kijk, techneut. Thomas gaat als techneut. Nou, dan kan ik even laten zien wie wat gaat doen. Ik ga dus als astronaut. Dus daar hebben we 1. Crimineel wordt Leon. Even kijken. Wat was ook weer? Techneut wordt dus Thomas. Maar wat werden die anderen ook alweer? Dit is heel erg, hè, jongens, dat ik dat gewoon niet meer weet. Ferdian, oh ja, Ferdian wordt artiest. Dat was hem. En dan wordt dus Jelmer. Wat wordt Jelmer eigenlijk? Geen idee. Michelle wordt huisvrouw. Dat is nu vast. Oké, jongens. Ik heb nog verder geen idee wie wat gaat doen nog. Ja, deze mensen. Maar wat we verder gaan doen, ik heb geen idee. En ik weet niet wat jij van plan bent, mevrouw. Maar wie zijn jullie allemaal? Hallo? Wie ben jij? Jij bent de buurman. De buurvrouw. Ook de buur. Hallo? Is dit in één keer een gezelligheid? Welkom in de buurt. Dankjewel. Justin, ga jij eens eventjes met Summer Holiday even een aardige introductie doen. En daarna vragen om binnen te komen. Nee, vragen om weg te gaan. Gewoon even netjes vragen dat ze weg wil gaan. Want ik ben nog natuurlijk bezig om iedereen netjes hun taken te voltooien. Leon, jij was dus crimineel. Dus jij gaat eventjes direct je telefoontje erbij pakken. Een baan vinden. Het is nog tijd. Bedankt voor je gezelligheid. En tot de volgende keer. Joejoe. Pak jij je mobiel erbij, Leon. Ga eens eventjes lekker op Tinder eventjes mensen zwaaien. Crimineel. Leon wordt crimineel. Hij verdient 9 euro per uur. Maar dat gaat vanzelf omhoog. Mijn kennis is daar hoog genoeg voor om dat te onthouden. Niet alle Sims willen zich aan de regels houden. Dat is op zich Leon ook wel, maar ook niet. Je kunt een hoop Sim-dollars verdienen en tegelijkertijd veel criminele pret beweren. Carrière-taken, baas en orakel. Laten we die voor Leon doen. Leon, jij hebt de nieuwe baan en je moet over 2 dagen werken. Gefeliciteerd, Leon. Thomas, jij wordt meneer de techneut. Dus pak jij ook eens even je smartphone erbij tijdens de televisie kijken. Waar kijken jullie eigenlijk naar? Een talkshow of zo. Geweldig. Leuk, Thomas. Jij, je wordt techneut. Jij verdient wel 31 euro per uur. Wie zoveel programmeurtalent als hij heeft, hoeft niet meer te studeren. Er liggen een hoop klussen voor het grijpen. En jij kan een grote hersenspan kunnen daar de vruchten van plukken. Carrière-taken, e-sporter en start-up ondernemer. Interessant. Maar ik weet dus niet als een e-sporter of start-up ondernemer worden. I don't know. Ik weet niet wat voor Thomas een leuk iets is. Maar daarna mezelf. Pak ook eens even je mobiel erbij. Astronaut, kijk eens even aan. Wie droomt er nu niet van om naar de ruimte te gaan? Nou, oké. Wordt astronaut en heyaal wordt jouw speelgebied. Carrière-taken, ruimte, ranger en interstellair smokkelaar. Goed idee, Justin. Ga je dat maar even doen. Ferdian Grond, jij gaat ook een baan vinden. Je hebt je naam al sinds je kon spelen in jouw grote verlichting letters willen zien. En misschien zelfs nog eerder. Volg je roeping en zorg dat je beroemd wordt als professioneel artiest. Dat kun je doen door het publiek aan het lachen te maken of weg te laten smelten bij jouw muziek. Ik denk niet muziek, want sorry verder, maar volgens mij kan je niet echt muziek spelen. Zoals ik nu weet. Je verdient 23 euro per uur
en je carrière-taken zijn muzikant en komiek. Nee, dat je komiek gaat worden. Maar dat gaan we nu bevestigen. Oké, dus dan hebben we Leon, die wordt crimineel. Shelley wordt huisvrouw. Ferdian wordt artiest. Thomas wordt techneut. En mezelf wordt astronaut. En ik ben nu stagiaire. Helemaal goed. Jan wordt de klusjesman en de reparateur. En je, ja, zij wordt de schoonmaakster. Klinkt een beetje grof. Maar sorry Jelmer en Shelley, maar hij is ook een belangrijke taak, moet je echt vertellen. 21 uur al, jezus, 2 dagen en 20 uur. Schaken niet begonnen. Oké, dan gaan we eerst even voor jou een schaakbord kopen. Waarom moet je schaken? Ga jij maar even lekker spelen met en jij gaat het opdoen tegen Shelley. Want Shelley moet ook creatief worden in schaken. Creatief worden, goed worden in schaken. Kijk hem zelfverzekerd lopen deze man. Shelley... Doe je best. Maar eerst, ik moet even een berichtje voorlezen. Dankzij de nieuwe inzichtvaardigheden van Justin kan hij kaarten, schaken en wetenschappelijke instrumenten gebruiken. Naarmate het vaardigheidsniveau toeneemt, wordt de kans op een overwinning tijdens een potje groter. Oh mijn god, dat wil ik. Bovendien komen er nieuwe interacties beschikbaar bij de microscoop en het observatorium. Ja, ik kan het woord niet uitspreken. Oké, interessant. Waarom ga ik hierheen? Ik wil gewoon spelen. Lekker bezig, Justin. Jij hebt alweer iets heel goed gedaan. Hij moet wel... Ze zijn allemaal niet moe, maar dat snap ik op zich wel. Hoeveel zit er in de koelkast? Even kijken, hoeveel zit er in de koelkast? Helemaal niks. Shelley, nadat je hebt geschaakt... Hoe lang gaat dat duren? Heel lang. Jelmer, jij bent lekker aan het kletsen met Thomas, maar dat gaat dus niet gebeuren. Jij gaat eventjes tuinsalade kopen. Koken voor 8 personen. Dan gaat jouw... Koken niveau eventjes heel zo hoog. Even wat ga je erbij pakken. Broccoli. Lekker en paprika erbij. Nou, even kijken hoe jou met dit gaat doen, jongens. Ja, kijk maar om je heen. Maar je hebt net gewoon in je vingers gehakt. Ja, hij doet het nu goed. Gevaarlijk. In één keer is het broccoli of wat het ook is, sla. Oh. Deze man die slaat ook gewoon met die mes zo op die tafel. En die hand gewoon hier. Lekkere olie erbij. Nice. Ja, hij vindt het leuk. Hij denkt aan instrumenten. Nou, geweldig jongeman. Ik ben trots op je. Hoe gaat het met het schaakpotje van Shelley en Justin? Ze zijn lekker aan het kletsen. Ja. Ja. Hij denkt aan nerd. Hij denkt... Schaken? Nee, dit is... Oh, de schaken. Dat het dan was. Wat diep aan het kletsen. Je bent gewoon met Thomas bezig. En Thomas aan het kletsen tijdens een potje tegen mezelf. Shelley, dat is niet de bedoeling. Maar oké, als jij dat leuk vindt. Dan ga je niet verder, jammer. Aan tafel. Jongens, aan tafel. We moeten eten. Goed zo, jongens. Daar komen ze met z'n allen. Met z'n allen aan tafel. Oh, nee. Nee, dat... 4 personen. Dit wordt een stoelendans. Oh, hier kunnen ze zitten. Het gaat passen. Kijk hoe ze dit gaan oplossen. Jelmer en Leon gaan lekker aan de bank zitten. En de rest... Waar gaat Shelley nou weer heen? Shelley, wat ben je eenzaam? Shelley, nee. Shelley, hier zitten. Shelley, ga daar zitten. Kom aan. Justin, waar ga je... Waar gaan jullie allemaal... Oké. Prima, Shelley. Ga je dan maar lekker naar de toilet? Oeh, ik heb maar 1 toilet. Oeh, dat moet ik ook even gaan fixen. Moeten er meer mensen naar de toilet? Thomas moet ook naar de toilet. Maar Thomas is lekker aan de tv kijken. Justina mag daarna gewoon direct weer gaan schaken. Spelen met. En Shelley was goed bezig. Dus daarna mag je direct met Shelley gaan schaken. Oefenen. Maar jongens, ik bedank jullie voor het kijken. En de boys gaan allemaal nog wel vanzelf. Ze zijn allemaal nog niet moe. Ze moeten alleen naar de wc. En ze gaan afwassen in het toilet. Oké, prima. Als je gewoon... Deze mensen zijn niet zo slim. Daar zit ik ook bij. Sorry dat ik jullie nu heb beledigd. Maar in het spelletje zijn jullie niet altijd de slimste. Oké? Maar jongens, ik dank jullie voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. En heb je tips? Heb je leuke ideeën? Laat het hier beneden achter. En dan check ik jullie de volgende keer weer. Later. Joejoe. Ik deed het even.